top. Een aantal witte kaarten. 1, 2, 3, 4 om precies te zijn. We leggen er even eentje daarvan hier neer. Zo. Voor de rest gebruiken wij een spelkaarten. Je kunt op allerlei manieren een kaart kiezen. Ik doe het nu even op deze manier. Zo, stop hier ergens. En we pakken de kaart die daar ligt. In dit geval een ruitenvrouw. Die ruitenvrouw leg ik even hier neer. Die gaan we gebruiken voor dit effect. Wat is namelijk het idee? Je hebt een blanco kaart en een ruitenvrouw. Nou, deze blanco kaarten, kun je laten zien als je die aantikt hiermee, blijven gewoon wit. Dat is normaal, want dit is ook een witte kaart. Pak je de volgende kaart, ook tik, tik, tik. Blijft wit. Ook de laatste kaart is wit. Tik je op een witte kaart, blijft wit. Tot nu toe ook niks bijzonders. Nou, stel voor dat je zo'n witte kaart op een vrouw tikt. Dan krijg je een vrouw. Dat is op zich heel vreemd, want die kaart is net nog wit, zeg maar. Stel voor dat je een blanco kaart en die vrouw bij elkaar legt, daarmee op de vrouw tikt. Dan krijg je al twee vrouwen, zie. Wat nou? Als je daar nog een derde blanco kaart bij pakt. Zie. Even voor duidelijkheid. Echt blanco. Die gaat daartussen. Zo. Geen valsspelerij. Mooie tussenplaatsen. Zit er netjes bovenop. Je tikt daarmee op de vrouw. En je hebt drie ruitenvrouwen. Dat is het leuke. Je pakt deze kaart weg. Zo. Steeds een vrouw. Je tikt met deze twee op de blanco kaarten. En die twee worden weer volledig blanco. Heel erg vreemd. Wat nou als je nog meer wil doen? Je zou namelijk kunnen zeggen, ik pak nog een keer die witte kaart op de witte kaart, wordt het wit. Voor de duidelijkheid, als je dan op de vrouw tikt, wordt het weer een vrouw. Dus je hebt allerlei mogelijkheden. Uiteindelijk is het zo dat je in ieder geval eindigt met 1, 2, 3 en weer 4 blanco kaarten. En gaat die ruitenvrouw weer terug je spel in. Nou, dit is print card. Je kunt er wat variaties op maken als je wilt. Dit was ook een kleine variatie die erin zat nu. Print card is van Michael Chatelain. Zal ik even het doosje laten zien. Automatic print card. Kost €31,95. We hebben hem in rood en blauw. En daarmee bedoelen we de rugkleur van het stapeltje wat je gebruikt. Hele mooie gimmick. Slimme gimmick. Maar dat zijn we gewend van Michael Chatelain. Ja, moet ik er nog eens aan toevoegen? Nee, hij is helemaal compleet. Het enige wat je gebruikt is een... Normaal kaartspel, bij voorkeur een afwijkende kleur, zodat mensen ook zeker weten dat je geen kaarten verwisselt. Dus als je rood bestelt, krijg je een rode gimmick en gebruik je een blauw kaartspel. Print cards.